In deze video ga ik jullie tonen hoe je gras kan krijgen in Survival Minecraft. En nee, 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 mensen, niet zomaar die deurtgrasblokken, maar echt letterlijk het gras wat je nu voor mij ziet, dat kan je krijgen als item in Survival Minecraft. Dus laten we geen tijd verspillen en laten we meteen beginnen. Om dit gras te krijgen, dat is eigenlijk heel makkelijk en je hebt hier maar twee items voor nodig. En dat zijn twee ijzeren staven. Als je dan nu twee ijzeren staven hebt, doe je je Crafting grid openen. Het mag gewoon de 2x2 crafting grid zijn. En dan wil je links van onder in de crafting grid 1 ijzeren staaf plaatsen. En rechts van boven wil je er ook eentje plaatsen. En dan krijg je dus een schaar. En vervolgens wil je deze schaar gewoon in je hand nemen. En dan kan je nu al het gras beginnen hakken. En als je dat dan doet, ga je die gras items krijgen in Survival Minecraft. Mensen, ik wil wel nog één ding zeggen. Als je hiermee zo'n uh, uh, gras gaat hakken dat twee hoog is, ga je niet een gras krijgen dat twee hoog is. Maar ga je gewoon twee grasjes krijgen dat telkens één hoog zijn. Dat is wel jammer, maar ja, het is nu eenmaal zo. Oké okay, mensen, dat was het dan voor deze video. Vond je de video leuk, geef hem zeker een like. Abonneer op mijn kanaal en klik de video rechts, want deze video zou je zeker ook interessant vinden.